Ik ben nog even met Bas. Ik wil niet op de vlog. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. En ik ben al even wakker, maar ik lig zo lekker in mijn bed dat ik geen zin heb om eruit te komen. Sarah is natuurlijk aan het logeren. Ik heb wel met ze zitten appen. Zo leuk. En doen we eigenlijk altijd als ze logeert. In ieder geval vooral bij mijn moeder. Dan appt ze 's ochtends even en dan stuurt ze voice notes en dan stuurt ze me fotootjes en... Het is gewoon heel leuk. Dus. En ik ben moed aan het verzamelen om uit bed te gaan. Maar ik vind het te lekker warm onder de deken. Dus ik heb nu het gevoel dat ik hier nog wel 10 jaar zou kunnen blijven liggen. Maar dat gaan we niet doen natuurlijk. Maar ik wil het. Ik ben uit mijn bed gekomen en even lekker gedoucht, aangekleed. Mijn huid is trouwens weer echt zo slecht. En ik weet niet wat ik eraan kan doen. Want alles wat ik probeer gaat even goed en daarna gelijk weer niet. Ik heb me wel aangekleed. Ik ga me niet opmaken. Ik heb deze trui aan. En er zitten allemaal pluisjes op, zie ik. Deze van Naked. En broek van Friends Connection. En ik ga even lekker eten. Aangezien we toch in een soort quarantaine zitten en niks kunnen doen. Sarah is dan wel even mee nu met mijn ouders boodschappen doen. Ik maak me niet heel erg druk om. Ja, het is vervelend als je krijgt, maar dat heb ik gisteren ook allemaal uitgelegd. Ben ik maar begonnen met een beetje vast een soort voorjaars schoonmaken opruimen. Mag dat? Nee, ik word gewoon heel vaak achter elkaar geappt. Ja, je moet toch iets met je leven. Dus ik denk, nou, dan ik heb al die vaten er staan. En eerst dacht ik, ga niet deze kast of die tafel helemaal vol zetten. Maar toen dacht ik, ja, deze gaat toch voorlopig nu niet gebeuren. Want het weer is er ook niet naar. Dus ik ga gewoon al die spullen er vast inzetten. En dan zie ik het te zijn de tijd wel. Dus ik ga even puzzelen. Gelijk Just Dance. Ik heb de paasmiddag gepakt. Kunnen we ook even wat paas zien? Dit is zo leuk. Het komt dan elk jaar weer terug. Zo, de veertjes vliegen me om mijn oren. Dat zijn allemaal dingetjes die we gezellig neer kunnen zetten. Oh, heb je hem gelijk uitgezet nu, Just Dance, schat? Dus, en deze, oh, deze voelt met de paas. Dat is zo grappig. En paas die je ze hebben helemaal leuke dingetjes. En die gaan we even neerzetten. Mama? Mama, yes, jij hing hem toch hier? Niet alleen maar vloggen. Oh, wat een sleur zo. Echt, alle plannen elke keer die stoppen. Sarah die ligt net op bed. Ja, ik heb eigenlijk niks te doen. Ik ga zo foto's inplakken. Hi, nou ben je gelijk weer weg. Wil je niet? We willen weer eten, maar je hebt net gehad. Met de medicijnen. Ze is heel langzaam een beetje aan het aankomen. Al gaat dat niet heel hard. Hi. Maar eetlust, dat heeft ze wel. Wat doe je nou toch allemaal? Wil je niet lekker liggen? Je bent een gekke poes. Kusje? Nee? Wel.
Ja. We mogen echt geen handje meer doen met de handjes schudden. Ja, hè? Ik hoop wel echt dat het snel allemaal voorbij is en dat gewoon alles weer normaal wordt. Daarom zeg ik, ik had echt zulke leuke dingen gepland staan. En nu stopt alles. Morgen hebben we wel een etentje. Dat gaat wel door, want mijn ouders zijn morgen 35 jaar getrouwd. Maar opa heeft dan bijvoorbeeld afgezegd, wat ik wel heel logisch vind. Want die zit in de risicogroep en voor hem is het ook echt oprecht heel gevaarlijk. Maar ik ben wel blij dat dat gewoon doorgaat en dan we gewoon even wat gaan doen. Ja, verder echt, bijna alles is dicht. Dat ik echt denk, ja, ik wil gewoon leuke dingen gaan doen en de deur uit. En zelfs boodschappen doen is echt, ik heb daar normaal geen hekel aan, maar het is gewoon echt niet leuk om de supermarkt in te gaan. Echt, dat ik denk, ja, zou het liefste vermijden. Nou ja, het is een van de weinige dingen die je nog buiten de deur kan doen. Nou, we begonnen aan de foto's. En een hoop uitzoekwerk. Maar stukje voor stukje gaan we er wel komen. Elke keer zoeken wat er dan komt. Dat is in het begin echt heel veel werk. Hoe kleiner de stapel, hoe minder werk het wordt. Dus ik hoop dat ik een beetje geluk heb. En dat dingen elke keer in het begin van de stapel liggen. Want dan hoef ik niet heel veel te zoeken. Maar tot nu toe ligt alles elke keer echt goed verstopt, zeg maar. Maar goed. Er zijn ergere dingen in het leven. En al met al ben ik wel al aardig ver gekomen. Oh, ik word gebeld. Ik ben nog even met Bas. Ik wil niet op de vlog. Ik had het vorige moment niet over. We noemen je ook gewoon nu Bas, ik wil niet op de vlog. Dat zeg je altijd. Maar nu zeg je het niet. Nee, nu niet. Nee. Maar Bas vraagt ook gewoon hoor. Word je vaker bekeken als ik in de vlog zit? Schrik je nou over mij? Ja, altijd. We moeten ook wel een beetje afstand bewaren. Ja, goede tijd. Goede grens. Minimaal een meter. Nou, ga eens opzij dan. Ga eens weg. Nee, ik heb geen corona-angst. Dat heb ik uitgebreid verteld al in de vlog. Dus vandaag zag ik ook mensen en die heb ik gewoon een hand gegeven. Ik ben heel rebels. Je zit lekker in je telefoon. Ja, omdat ik jou een filmpje wil laten zien die ik heel leuk vond. Nou, dat moet een filmpje van mij zijn, toch? Dat vind je de allerleukste. Nee, Bas die kijkt alleen maar af en toe. Ik ben er weer klaar mee voor vandaag. Dus ik ga nog even mijn gezicht wassen. En dan ga ik lekker mijn bedje in. En daar heb ik echt wel heel erg zin in. Want ik ben zo moe ondertussen. Oh, en ik hoop echt dat mijn huid op gaat knappen. Want ik ben het echt zat dat die zo slecht is. Echt. En ik hou me echt goed bij en elke keer dan is het weer goed en dan weer niet. En ik vind het echt niet leuk meer, zeg maar. Ik weet niet wat ik er nog meer aan kan doen. Ik hou hem schoon en ik verzorg hem goed. En ik heb natuurlijk mijn inderm voor die plekken. Maar dat mag ik niet standaard gebruiken, alleen als ik last heb. En dan gaat het weg en dan komt het weer terug. En ik ben dat echt een beetje zat, maar goed. Ik kan er helaas heel weinig aan veranderen. Maar ik voel me wel af en toe net een puber in mij. Oké. Ik denk opeens, wat zit er nou in? Gewoon even kinderen. Snel heeft gedaan. Snel heb je zich geplakt. Ik ben wel benieuwd wat anderen die mijn vlog kijken, wat doen jullie als huidverzorging met naar bed gaan? Misschien heeft iemand nog een gouden tip om je huid goed te houden. Want echt. Ik kom af en toe net 16 met zo'n slechte huid elke keer, echt kijk dan.
hier van die plekken. En daarom zeg ik, dit helpt wel. Maar ja, oké, zodra ik ermee stop, is dat ook weer voorbij. Maar goed, ik ga even mijn gezicht afmaken en dan lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik even op die knopje hieronder. Daar maak ik me heel blij mee. Duimpjes, reacties vind ik heel erg leuk. En hopelijk weer tot morgen. Doei doei.